39 minuten en 3 seconden. Ik wist het. Dat ze lopend nooit, maar dan ook nooit gered vanaf school. Had ze gerend op haar allerhardste nog, had ze het nooit kunnen redden. Hier. They say Romans is dead. Dan niet, hè? En wat nu? Klopt helemaal niks van dit hele zelfmoordverhaal. Dus nu gaan we uitzoeken wat er echt is gebeurd. Succes. Thanks. Mijn jas. Nou, ik zie je op school. Pap, mam, sorry. Ik wilde nog even, maar... Ik heb je wel 100 keer gebeld, waar was je? Je zou meteen naar huis komen. Maar ik had toch nog geappt dat ik onderweg was. 2 uur geleden, ja, waar was je? Ik was bij de vuurtoren. Mam, Sevien heeft geen zelfmoord gepleegd. Waar heb je het over, Alex? Wat deed je daar precies? Wacht even, heb jij je medicatie wel geslikt? Wat? Alex! Jullie geloven toch niet nog steeds dat ik dat zou doen? Waar ga je naartoe? Alex, waag het niet! Alex, lieverd, ik was bezorgd. Je zou meteen naar huis komen. Alex! Je slaapt op de rand. Hoi, dit is de voicemail van Shelley Ravenet. Ik ben even andere superbelang. Moet jij niet even je moeder bellen? Nou, ik ben het zat om door mijn eigen ouders als patiënt behandeld te worden. Ja, hoe was dat eigenlijk in dat... In dat gekkenhuis? Zo bedoelde ik dat niet. Nou, dat was het wel. Als ik daar nog 1 keer terug moet, dan spring ik zeker uit het raam. Joes? Als iemand haar naar de toren heeft gebracht, dan was er misschien wel iemand bij haar toen ze viel. Of iemand heeft haar zelfs geduwd. Als in Sef vermoord. Dat is gestoord. Luister, iemand moet haar hebben gebracht, toch? Mm. Waarom heeft diegene zich dan niet gemeld? Dat is toch raar? Tenzij diegene wat te verbergen heeft. Ik weet het niet, Alex. Dit klinkt allemaal wel gewoon een beetje vergezocht. Laten we gaan slapen. Slaap lekker. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't.
Felix Iderman gebeld? Ja, wat? When I saw the feeler unattached, somehow I was in a feeling bad. Maybe I am not your dad. It's not all you want from me. I just want your company. Girl, it's obvious, elephant in the room. We're part of it. Ik wil even zeggen dat ik het echt niet vond. Liam. Ik vond het niet kunnen dat jij zo'n scène schopte op de herdenking. Sommige mensen gaven namelijk wel om Sef. Het ziet er leuk uit vandaag. Ah, oh, thanks. Nieuwe collectie. En om nog even terug te komen, ik gaf ook om Sef, dus waar de fuck heb je het over? Chill gewoon even, oké? Je bent echt veel te... Te. Je bent gewoon te. Jan, ga even van die tafel af. Zit er nu op een stoel. Ja, meneer. Meneer, ik haal als een meisje op de herdenking van een leerling. Stond Tuindoorn te huilen op die herdenking? Iedereen weet dat zij een speciale band hadden. Hebben ze niet zien smoesen op het schoolfeest? Cher, hey. Oh. Hi. Ik, had je nog gebeld gisteren? Ja. Sorry, ik was druk met leren. Nou, ik spreek je later. Het is alsof ik naar een extreem saaie aflevering van die L-Word zit te kijken. Je had het over Duindoorn op het schoolfeest? Oh, ja. En op het schoolfeest kwam ik aan. Hij liep naar zijn vriend toe en nee! Jij probeert met mij te banden. Wat? Je bent dat vissen naar een uitnodiging. Zo thirsty. Uitnodiging? Oh, whatever. Zure chicks zijn niet uitgenodigd. Bye. Oké, ik vond haar leuk, Sophie. Misschien was ik zelfs verliefd op haar. Maar zij niet op mij, dus ja. Shit happens. Goed voor je. Ik had al zoiets in de gaten. Maar met jou is het anders, Cher. Jij bent zo mega hot. En je bent knap en mooi en lief en cool. Het spijt me dat ik je het gevoel heb gegeven alsof je al die dingen niet bent. Wauw, oké. Excuses aanvaard. Ja, hallo, we zijn even bezig. Ja, maar ik moet je thuis brengen van je ma, dus stap in. Ga maar. Ik moet toch werken. Ik spreek je later. Ik spreek je later, ja. Hey, disclaimertje. Dit betekent niet dat we vrienden zijn. Waarom heb je moeder gesproken? Ze zocht je. Omdat je iets had geappt over slapen bij een vriendin. Ik heb gelogen. Ik heb gezegd dat je bij mij was, dus you're welcome. Oh, thanks. Ik was al bang. Ja, en over bang gesproken. Ben je aan het bangen met Joes? Wat? Nee joh, tuurlijk niet. Heb je me net niet gezien? Ja, hey, more power to you, I guess. Nee. Ik was gewoon bij Joes omdat ik iets ontdekt heb over Sophie. Wat dan? Oké. Sef is om 2:00 gesprongen, toch? Ja. Maar volgens Joes is ze 2:30 vertrokken van het schoolfeest. Lopend. Dat ze helemaal nooit op tijd bij de vuurtoren kunnen zijn. Iemand heeft haar gebracht. En get this. Lian zei dat ze die avond heel close was met Duindoorn. Duindoorn heeft haar gebracht? Ja, dat weten we niet. Dat moeten we gaan uitzoeken. Weet je wat? Ga anders mee naar Lian's slaapfeestje. Ik? Postdoorns eigen paria. Lekker belangrijk. Het is de perfecte plek om wat mensen uit te horen. Iedereen heeft een Duindoorn-story. Nou, ik ben echt heel erg niet uitgenodigd. Dus neem toch gewoon een paar flessen drank mee. Kijk, daar is hij dan. Onze Duco.
Ga je mee? Ja. Tandjes gepoetst. Sowieso. Zo, Duco. Doe maar eens even open. Even kijken. Ja, iets wijder. Zeg, Duco. Jij kende mijn dochter Safien toch redelijk goed, hè? Weet jij iets over een video die rondgaat? Nee. Schatje, smatje, bomba. Er staan zoveel berichten van jou op haar Instagram. Hoppen. Ik dacht, Duco, die weet vast wel wie dat filmpje heeft rondgestuurd. Naar alle jongens in Posthoorn. Al was ik niet, hoor. Hoppen. Ah. Oeps. Ik vrees dat ik een gaatje zie. Is het zeker? Stoere jongen als jij heeft geen verdoving nodig, toch? Jawel! Nee! Olaf! Olaf! Dat is Olaf. Olaf is de beheerder van de groepchat. Vleeswijk. Ja, maar het kan iedereen zijn, maar ja, alle jongens zitten in die groepchat. Jozef ook? Jozef, ja. Jozef ook. Oké. Je kunt gaan. Nul gaatjes. Nou, de eagle has landed. Nou, bedankt Maya. Fijn dat jullie zo voor elkaar zorgen. Ja, Mai. Super bedankt voor het babysitten. Nou, mevrouw Idema, het was echt een hele kleine moeite. Meneer Idema, fijne dag. Jij ook. Kom even zitten. Kom maar weer zitten. Sorry. Ik ging echt iets te ver gisteren en ik weet niet... Je moeder en ik willen ons excuus aanbieden. Goed, vooral ik. Je hebt gelijk. We moeten niet blijven hangen in het verleden. Je bent thuis en het gaat goed met je. We zijn zo trots op je, lieverd. Daarom heb ik de rijschool gebeld. Niet. Mag ik weer lessen? Ja, maar op één voorwaarde. We willen wel echt dat je dat hele onderzoek van je loslaat. We zien wat het met je doet en het is niet gezond. Wat Frank en Lieselot nu nodig hebben is steun, geen detective. Papa vindt het een goed idee om even bij ze langs te gaan om een hart onder de riem te steken, oké? Okay? Moet dat? Lieverdje, kom op, je bent er bijna. De examens liggen om de hoek. Hou nou nog even vol. Hey. Ik haal eindelijk die klus binnen, na maanden zwoeg, hè. Dus ik denk, dat is leuk, ik ga trakteren, taart. Wat denk je dat Joff zegt? Je moet nu zo hoog van de toren blazen. Gaat het, Lies? Wat? Ze is van een toren gesprongen, dat moeten we gewoon hardop kunnen zeggen. Frank, alsjeblieft. Lies, we moeten niet doen alsof er niks gebeurd is. We moeten toch gewoon over torens kunnen praten? Ja, toch, Daan. Nou, ik sorry. Ik wil het gewoon over Safien kunnen hebben. Weet jij niet een leuk verhaal over Safien, Alex? Ja, vorig jaar op het Halloweenfeest toen... Toen was ze verkleed als mummy. Ze was helemaal ingepakt, van top tot teen. En iedereen dacht echt... Wie is dat? Het was magisch. Ja, Ik kan me dat kostuum nog heel goed herinneren, ja. Oh, er is echt maanden over nagedacht. Ja.
Kunnen we dit niet doen, alsjeblieft? Please. Sorry, Frank. Sorry, ik kan het niet. Frank, sorry. Nee, joh. Van de man die haar gevonden heeft. Ze was helemaal... Ik kreeg dat beeld niet van mijn netvlies. Ik wil hem me zo graag herinneren zoals ze was. Zullen we gaan? Ik heb een gunst nodig. Oké, hit me. Zou jij misschien een adres voor mij kunnen opzoeken? Iemand die bloemen heeft laten bezorgen? Oké, gaat het weer over Sophine? Ja. Dus jij wil dat ik mijn bloemiste eet verlogen? Ik ga het heel erg goed met je maken. Mm. Beloof ik. Nou, kom maar door. Ivo Hunning heet hij. H-U-N-N-I-N-G. Got it. You owe me big time, bro. Ik heb je zijn adres, oké? Ik ben fantastisch. Het is echt letterlijk hoe elke horrorfilm begint. Wat de fuck doen we hier eigenlijk? Jezus, Mai. Ik moet toch even wat checken. Wat vragen. Het gaat over Sophine Voorthuizen. Alles wat ik weet heb ik al tegen de politie gezegd. Ja. U bent de laatste die haar gezien heeft. Ik heb niks te vertellen. Het was alleen geen fraai gezicht. Dus onthoud haar maar zoals ze was. Dat gaan we doen, dank u wel. Maar heeft u dan ook niet iets gezien of gehoord? Ik heb er helemaal niks mee te maken, dat zeg ik toch. Maar dat zeg ik ook helemaal niet. Ik liep mijn hond uit, toen hoorde ik ze baf en ik heb gelijk de politie gebeld. Oké, dank u wel voor uw tijd. Alex. Ze? Dus ze was niet alleen? Nee. Ja. Heeft u dat ook aan de politie verteld? Nee, ja, weet ik veel! Kom. Als jullie nou niet weggaan, stuur ik die hond op je af. Heel bedankt voor de tijd, echt waar. Rustig! Ben jij gek geworden? Praat met een of andere crackhead, alsjeblieft. Die halve tacklefoon die hing bijna aan mijn kruis, hè? Heb je dus echt geen zin in? Jezus, we gaan. Verdrijf niet zo. Let's go! Boing, boing. Stuiten met die assers. Stuiten met die money. Stuiten met die. Boing, boing. Stuiten met die klappers. Hey. Stuiten met die body. Stuiten met die. Nee. Lian, wacht. De Debbie Downers van deze wereld hebben ook een beetje fun nodig. Huh? Fine. Ja! Stuiten met die assers, stuiten met die money, stuiten met die boing boing, stuiten met die klapper, stuiten met die body, stuiten met die boing boing, stuiten met die assers, stuiten met die money, stuiten met die. Kom je nog op wat? Ja. En toen zei ik dus, ja hallo, je kan niet zomaar een vinger in mij steken. Ik ben toch geen pleido? Nee. Nou, ik zou best wel willen kleien hoor, met zijn... Oh, nee. Doe normaal. Die gast is al bijna grijs. Daar voel je helemaal niks van. Oh. Maar hij zit wel op de Unie, dat is hot. Hey, over oude mannen gesproken. Wat is de deal met Duindoorn? Random. Nou, ik had laatst best wel een raar moment met hem hoor. Toen legde hij zo zijn hand heel klef op mijn arm en ik dacht echt van wow, weet je wel. Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Hij is altijd super... amicaal. Ja, precies. Maar hij is ook best wel knap, toch? Soort van, wel geinig. Ik bedoel, niet dat ik hem zou doen of zo. Wisten jullie dat hij al Sef's Insta-foto's liked, hè? Eeuw, ik zie het! Ja, kijk bij de volgers. Gadver. Wat een viezerik.
I know. Wow. Hij was ook heel erg met haar aan het smoezen, toch? Op het schoolfeest. Had Sef daarom dikke ruzie met Joes? Is dat waarom Joes zo moest huilen op de herdenking? Zo dik was het niet, hoor. Zagen jullie het niet? Ze was aan het schreeuwen tegen hem. Youssef heeft er gebitchslapt. Wat? Jongens, Youssef zou dat nooit doen. Als in, for real, met de vlakke hand? Swear to God. Na de klap is ze er van doorgegaan. En waar was Duindoorn toen? Hoezo? Nou, die ruzie die eindigde om 2:30. Maar Sef is om 2:00 gesprongen. En ze had lopend nooit op tijd bij de vuurtoren kunnen zijn. Iemand moet haar gebracht hebben. Misschien meneer Duindoor? Oh my god, Ik ga met je mee. Oh my god. Typisch. Jij. Dat is mijn tekst. Ben je lekker aan het blokken? Wow, stalker. Cher, wacht. Cher. Je had toch gewoon kunnen zeggen dat je hier was? Of ben ik niet cool genoeg voor je? Jawel, ik... Had je meegewild dan? Wat? Shit. Hé, maar dat kon je er toch ook gewoon appen? Of word ik nou gek? Had je geen beltgroep meer of zo? Kan ook. Het spijt me. Laat het me uitleggen. Ik wist toch niet dat jij hier opeens voor de deur zou staan? Oh. Oftewel, als je niet wist dat je betrapt zou worden, dan zou je alsnog liegen. Je snapt toch wat ik bedoel? Nee. Nee, Alex, dit zijn jouw vrienden niet. Begrijp dat nou. Jij hoort hier niet. Ik vind het hier prima, hoor. Maar hou jij er buiten, idioot? Nee. Hoezo niet? Omdat ik gek ben. Oh, mijn god. Altijd weer dat. Is dat wat je wil horen? Ja, je gedraagt je als een gek, ja. Met je onderzoek, met je vendetta tegen dit dorp. Maar veel plezier ermee. Want mij hoef je niet meer te zien. Bye, Felicia. Bye, Mick. Boom. Oh, kom op, filmen. Let's do shots. Vrouwtje is boos, hè? Zo gaan mensen wel echt denken dat we een stel zijn. Was jij niet op het feestje van Lian? Ja, ik moest iets weten. Oh man, she's back. Ik hoorde dat jij Sevin geslagen hebt. Die avond voordat ze wegging. Ze heeft een nieuw doelwit. De Marokkaan van het verhaal. Joes, alsjeblieft. Was jij erbij? Heb jij haar naar de toren gebracht? Wat de fuck? Heb jij haar geslagen ook echt? Nee, ik heb Sevin nooit geslagen. Het was een uit de hand gelopen ruzie, hoogstens een deal. Joes, heb jij haar naar de toren gebracht? Nee, Alex, fuck jou, ik heb... Zo hysterisch geworden dat elke gek het door zijn ruit had kunnen gooien. Ik wist niet dat ze op gesprek mocht komen. Dat heeft ze me niet verteld.